Voor de laatste keer in de rechte lijn overzijde, weer een halve lengte, nu driekwart lengte. En nu bijna een hele lengte voor Looping de Luton. Nu heeft hij hem op de knieën. Nu is hij voorbij aan Levi Europort. En dat doet hij precies met nog 500 meter te gaan. De derde 500 meter, 1.14.5. Looping de Luton dus op zijn macht aan de kop gekomen. Kati Monami gaat erachteraan. Lexia Boko komt aan de buitenzijde naar voren. En aan de binnenkant valt ietsje terug Levi Europort. Daarachter probeert aan de buitenkant nu ook naar voren te gaan. Nummer 8 van Hypnotic Smart. Zijn halverwege de Tjarda-bocht. En de leiding nog altijd voor Looping de Luton. Daarachter Kati Monami. Helemaal aan de buitenkant komen Lexia Boko en Hypnotic Smart. Die laatste is een gigant van een outsider, maar die gaat hard. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Leiding nog altijd voor Looping de Luton. Looping de Luton heeft een lengte. Krebas lijkt nog makkelijk te zitten aan de binnenzijde. Aan de buitenkant lopen ze niet echt in. Looping de Luton. Nog altijd die halve lengte. Het wordt ietsje minder op de streep. 14-5 de laatste 500 meter. Maar Looping de Luton wint. Kati Monami is tweede. En de derde plaats is voor Lexia Boko. 14-8 voor de winnaar. En de voorlopige uitslag van koers tweede. Lieklema Trophy is 5-6-7-8-4 voorlopig. En Looping de Luton, dames en heren, is een 4-jarige donkerbruin rij van Orlando Vici uit River de Luton. Gefokt door de Franse eigenaar Ecurie de Luton in eigendom van de stal De Gele Canaries. Een eigenarencollectief van 150 eigenaren. Ze hebben 20 verschillende paarden en iedereen kan voor 100 euro in de maand meedoen in het concept. Een van de trainers is Bas Krebas en hij wint hier met Looping de Luton. En naar ik meen de allereerste overwinning van Looping. Bas, van harte gefeliciteerd. Het is de eerste van het paard, of niet? Ja, het is ongelooflijk natuurlijk. Hij heeft de zesde in de derby, derde in het criterium, nog geen medenkoers kunnen winnen. En uiteindelijk wint hij. En je ziet als hij vlak blijft hoe hard hij kan. Ken je zeker. Prachtige tijd. Was je onderweg wel eens aardig zeker van je zaak? Nou, dat ben je nooit met deze. Want vorig jaar lag ik makkelijk op kop. De laatste hoek, de sprong er ook uit. Met deze moet je echt over de finish zijn. Dan ben je er echt met hem. En dat is vandaag gelukt. Bas, is vandaag een hoop nieuw publiek. Misschien mensen die ook wel een keer een draver zouden willen kopen. Of misschien wel willen instappen in stal De Gele Canaries. Dat kennen altijd natuurlijk, hè? Want Peter, ze nemen altijd nieuwe mensen aan. Het zou heel leuk zijn. En ik meen de website? Ja, stalgelecanaries.nl. Daar ben ik eigenlijk niet eens zo goed in thuis, maar dat denk ik wel. Degelecanaries.nl. En Bas, jij bent een van de vele trainers, hè, die paarden van de stal De Gele Canaries op stal heeft. Ja, ik geloof dat we met z'n 14 hebben paarden van De Gele Canaries. Maar het is heel leuk verdeeld. 5, 6, 7, 8, 4 is officieel in koers 2 de Lieklema Trophy van Lieklema Mesterijen. En de familie Lieklema is aanwezig vandaag met al hun bedrijfsuitje. En ze gaan hier op de foto met Looping de Luton, de winnende combinatie. En wellicht gaat die mooie foto met Looping de Luton wel mee naar Lieklema Mesterijen. Stal De Gele Canaries, ook een hele hoop mede-eigenaren hier vandaag aanwezig. En wie weet bent u wel de volgende voor slechts 100 euro in de maand. Maar voor die tijd gaat Bas Krebas een ronde maken met zijn Looping de Luton. Geef u een applaus, dames en heren. Zij winnen koers 2, de Lieklema Trophy. En start is gevallen. Start valt, mispassen van start af voor de nummer 1 naar Rosa Hazelaar. Die is moeilijk in de loop te krijgen. En de leiding wordt genomen door Levi Europort. Levi Europort die graag van kop af gaat en dat nu ook gaat doen. De deelnemer naast hem die wordt teruggenomen. Dat is I Dream With You. Die ligt nu tweede. En de derde plaats daarachter is voor Lexia Boko. De buitenkant komt de favoriet naar voren. Looping de Luton. Die gaat het toch proberen bij Levi Europort. Die zal niet graag afgeven. Maar Looping de Luton gaat meestal zo hard dat je er weinig keuze hebt. Komt hij aan de buitenzijde met heel veel snelheid. Levi Europort gaat inderdaad een stukje mee en zo gaan ze de eerste 500 meter samen neerzetten. De eerste tijd, Looping de Luton heeft iets voordeel, maar is er nog niet voorbij. 15-1 de tussentijd en Levi Europort vecht terug aan de binnenkant, wil de leiding absoluut houden. Levi Europort leidt, buitenkant daarnaast Looping de Luton, daarachter in de wachtkamer ligt aan de relingzijde I Dream With You. De rest van het veld ook daar weer vlak achter, vierde aan de buitenkant is Kati Monami. Beide rijders vooraan die praten even met elkaar. Dat is niet verboden, dat mag rustig. De een zegt ik wil er graag langs, de ander zegt je mag er niet langs. En zo gaan we de bocht dan door en komen de rechte lijn voor de tribune in. Met nog een volledige ronde te gaan.
Buitenkant Looping de Liton, die op zijn macht probeert om Levi Europoort te passeren. Maar voorlopig is hij er nog steeds niet langs. Daarachter ligt Kati Monami in het tweede spoor heel mooi in de koers. Ook in het tweede spoor ligt Lexia Boko. Tweede tussentijd 15-9. En nog altijd maar een halve lengte voorsprong voor Looping de Liton. Dat is niet genoeg om naar binnen te gaan. Maar zo gaan ze de laatste kilometer in en het duel gaat gewoon verder. Levi Europoort aan de binnenkant, Looping de Liton aan de buitenzijde. Daarachter aan de buitenkant ligt Kati Monami. Dan I Dream With You. Die wordt gevolgd aan de relingzijde door Arosa Hazela, die de loop er nu wel weer lekker onder heeft. Buitenkant daarnaast ligt Lexia Boko. Voorlaatste plaats aan de buitenzijde is voor Hypnotic Smart. En laatste aan de relingzijde is Kolk P. Voor de laatste keer in de rechterlijn overzijde weer een halve lengte, nu driekwart lengte. En nu bijna een hele lengte voor Looping de Luton. Nu heeft hij hem op de knieën. Nu is hij voorbij aan Levi Europoort. En dat doet hij precies met nog 500 meter te gaan. De derde 500 meter 1:14:05. Looping de Liton dus op zijn macht aan de kop gekomen. Kati Monami gaat erachteraan. Lexia Boko komt aan de buitenzijde naar voren. En aan de binnenkant valt ietsje terug Levi Europoort. Daarachter probeert aan de buitenkant nu ook naar voren te gaan. Nummer 8 van Hypnotic Smart. We zijn halverwege de Tjarda-bocht en de leiding nog altijd voor Looping de Liton. Daarachter Kati Monami. Helemaal aan de buitenkant komen Lexia Boko en Hypnotic Smart. Die laatste is een gigant van een outsider, maar die gaat hard. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Leiding nog altijd voor Looping de Liton. Looping de Liton heeft een lengte. Krebas lijkt nog makkelijk te zitten aan de binnenzijde. Aan de buitenkant lopen ze niet echt in. Looping de Liton nog altijd die halve lengte. Het wordt ietsje minder op de streep. 14-5 de laatste 500 meter, maar Looping de Liton wint. Kati Monami is tweede. En de derde plaats is voor Lexia Boko. 14-8 voor de winnaar.